Goedemorgen, welkom bij Nieuwe Ups & Downs. Liam is lekker aan het spelen. Jordi die slaapt nog en die ga ik zo even wakker maken. En ondertussen ben ik bezig met wat dingetjes hier in huis doen. Zoals de was, ik heb een berg was. Oh mensen. Maar in ieder geval, ik ga dat vandaag allemaal doen. Hopelijk wordt het vandaag iets minder warm. Want... dat is niet te houden, man. Maar dat terzijde, ik ga heel eventjes Jordi in de gaten houden, zodat als hij wakker wordt, gelijk eruit zijn bed kan. Gelijk mijn wasmachine en mijn droger aan kan zetten. En dan gaat de dag weer beginnen. Of ja, hij is al begonnen, maar ja, met mijn twee kindjes beginnen. Moet je hem omhoog houden, hè? We zijn aan het oefenen, hè, jongen. Ik moet hem omhoog houden, zo. Goed zo. Gewoon één vingertje. Dat is al genoeg, één vingertje. Deze kleine vent krijgt nu weer de fles. Het is alweer tijd daarvoor. Jordi die heeft alweer een fruitje gehad en alles wat hij niet wou. Dus ik heb hem maar een yoghurttoetje gegeven, of kwarktoetje, of hoe je het ook noemt. Die heb ik er maar in gestopt. Zodat hij toch wat binnen heeft. En dan krijgt hij dadelijk nog een boterham. Ga ik daar proberen. Want ja, het is nog steeds een beetje warm, hè. Dus hij wil nog niet eten. Maar ja, in ieder geval, ik ga eventjes deze fles verder doen. Dan ga ik Jordi nog heel even doen. En daarna hoop ik dat ik twee slapende kindjes heb. Dan kan ik het een en ander doen namelijk. Ik ben vanmiddag nog bezig geweest met Liam. Hij wou niet slapen. Uiteindelijk een fles gegeven. Toen is hij in slaap gevallen. Toen dacht mama, oh, ik ga even wat eten. Nou, ik eten. En ik ga nog heel even op de bank zitten. En toen was het... Dus toen heb ik even geslapen. Dat was mijn middag. En nu heeft Jordi zijn drinken op. Ga ik Liam zo weer de fles geven. Ben ik even eten voor Jordi aan het maken, want wij eten iets van koude schotel. En, ja, dus. Joef, zit hier zo te etteren. Niks aan de hand, Jordi. Jufje is gewoon lief, kijk dit. Oh, wat een lief hondje. Kijk dan. Jufje, niet kijken. Ben je bang dat je hem ook lief vindt? Ben je bang dat je hem ook lief vindt? Een hele goede morgen. We hebben net de kindjes eten gegeven. En die gaan we zo aankleden. En we gaan onszelf even aankleden. Want we gaan zo eventjes naar de winkel. Ja. Lekker tikkie. Toet toet. Kindjes hebben geslapen. Liam die krijgt nou een flesje. En Jordi die krijgt nu ook drinken.
Die zit lekker in zijn eigen wereldje. En Niels is met de keuken bezig geweest. Nou, hij gaat nog niet verder, toch? Ja. Wat heb je gedaan dan? Ik ben flint aan het zagen. Onder de keuken was nog open. En daar hadden we plinten voor liggen. Dus Niels is die nu aan het dichtmaken. Dat dus. En ik ga hier zo dadelijk boven poetsen. Want Niels moet daar even naar de bouwmarkt. En dan kan ik daarna aan de gang hier boven. En dan moet Niels lekker bij de kindjes blijven. En dan kan ik boven aan de poets. Ik ben nu boven aan het poetsen. Maar doe nooit niks anders dan alleen poetsen. Maar ja, maakt niet uit. Ik was op de kamer van Liam bezig. Jodie's kamer heb ik al zover klaar, moet ik alleen nog geen stofzuigen en dweilen. Maar ik zat net te bedenken, hè. Liam die gaat eerst voor zijn autorijbewijs, dan voor zijn aanhangerrijbewijs en dan gaat hij voor motorrijbewijs. Dus, de komende paar jaar moet ik alleen maar rijbewijs uit gaan delen hier. Een hele goede morgen. Ja. Wij liggen nog lekker even in bed. Liam die had gepoept, dus Niels is zich aan het verscholen. En ja, gisteravond heb ik eigenlijk boven nog verder gepoetst. En ik was zo moe dat ik op een gegeven moment naar bed ben gegaan. Nergens aan gedacht. En nu ben ik lekker met jou, ja. Oh, lekker te knuffelen. Ik ga nog even genieten. Ik heb straks na het eten dumping gehad. Toen ben ik weer naar bed gegaan. Want het heeft geen nut om dan op te blijven zitten. Want ja, dan ben je niet bepaald de aardigste persoon, want je kan niks verdragen. Dus ik ben naar mijn nest gegaan. Ik heb geslapen. Jordi ligt nu te slapen. En ik ben met Liam naar de winkel geweest. Ik sta in de winkel bij brood. En er zat gewoon een vrouw. En ik laat de kap meestal een beetje dicht staan. Ook vanwege het feit dat andere mensen er altijd continu in zitten te gapen en te doen. En de vrouw trekt gewoon die kap aan de kant. Zegt, zullen we dat even niet doen, mevrouw? Ik zeg, want dat zijn mijn spullen. Wilt u van mijn spullen afblijven? En ze kijkt me aan, ja maar ik wil even kijken, ik zeg dat kan, ik zeg maar niet bij mij. Ik zeg, dat zijn mijn spullen, ik zeg mijn kind is ook van mijn spullen, ik zeg dus klaar. En ik ben doorgelopen, ik denk bij mij, nou, blijf gewoon van mijn zooi af. Mijn kind hoeft ook niet bekeken te worden, daar heb ik toch niet om gevraagd. Toen ben ik uiteindelijk naar de kassa gegaan, ben ik weer naar huis gegaan, maar jongens, echt, serieus. Blijf gewoon van andermans spullen af. Je hoeft niet in de wagen te gaan zitten kijken naar een baby. Daar heb ik niet om gevraagd. Dat hoeft gewoon niet. Klaar. Ik denk dat de meeste ouders, vooral op dit moment, daar niet zo gediend van zijn. Maar goed, oké, dat is mijn mening. Maar ja, hè? Wij gaan heel eventjes eten. En volgens mij hoor ik Jordi huilen. Dus die gaan we ook heel eventjes knuffelen. Hehe, nou. Jordi die had een boze zin, we denken buikpijn, dus ik heb niet echt meer gevlogd. We hebben hem nog gedoucht, want ja, hè, warmte, zweten en alles. En had ook een rode kont, dus ja, dan is dat nodig. En ik heb ondertussen de babyfoon aan, als ik Jordi hoor, of als we Jordi horen. En Liam hebben we ook gedoucht. En Jordi ligt nu op bed trouwens. Volgens mij slaapt hij zelfs al. Maar dat weet ik niet zeker. Hij was ook heel moe. En Liam die zit nu bij Niels. Die heeft net zijn fles gehad. Yeah. Ondertussen kan Niels het niet laten om op zijn telefoon te zitten. Sudoku. Ja, Sudoku. Je sudoku gek. En Liam vindt het ook gewoon lekker om gewoon te hangen bij Niels, dus prima. Dus ja, ik ga hier eventjes nu hier de boel opruimen, want ja, hè.
Soms doe je niet zoveel op een dag. Zoals vandaag. En nu heeft het straks onweer, dus het is nu wat koeler. Dus het is maar makkelijker om nu wat te doen. Dus eerst eventjes wat drinken. En dan ga ik aan de gang. Niels, twee hoofden passen er niet zo op. Niels, niet etteren. We kunnen niet kietelen. Nee, dan laat ik er gewoon in, hè. Mag jij kietelen? Nee. Zo dan. Anyway, de kindjes liggen lekker op bed. En Joep ligt op mama. En nu gaat ze naar papa. Joep, hoeven niet allemaal je kont te zien, hè. Iemand in het restaurant. Joef. Ze is zo verliefd op de baas. Joef, nee. Maar goed, de kindjes liggen lekker tussen slapen. Wij zo. Wij gaan ook zo lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Joef heeft nog geen tijd om te slapen. Nee, maar die gaat zowel door mijn gen. Kom eens. Hij is net aan de boemerang, die komt zo weer terug. Ja, dan mag ik zie een beetje bezig. Maar goed, wij gaan deze episode dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Joe. Tot de volgende keer.